Arrière de la Koers wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret. Je luistert naar Arrière de la Koers, volledig in het teken van de Tour de France. Kort, krachtig, simpel en duidelijk. Vandaag etappe 13. Hoogtijdagen voor de Denen. Wilco, heb jij alle grotere zakken gekocht? Ah, gaat lekker, hè? Jongen, jongen, het is niet normaal, man. Het is niet... 4 koersdagen, 3 keer is draak. Ja, man. Af en toe komt er een geldtransportwagen hier door de straat rijden. Had je fingerguard ook in je portefeuille zitten? Of, Zeker. Ik was een van de eerste die gelijk erbij zat. Dus die... als een beetje een beetje kan fietsen, dan zit hij bij mij in de portefeuille. Ja, maar zoals bijvoorbeeld de Giro echt... volledig in een Hollandse, Nederlandse teken stond, is het nu echt wel in het extreme in het Deense teken. Dan denk je, oké, ze gaan... Als Nederlander ook niet klagen, hè? Laat het uit. Nee, we hebben niks te klagen. Nee, maar juist positief. Helemaal niet te klagen. Maar als je gewoon gaat kijken, dan hebben ze eerst Vingegaard en hebben ze natuurlijk Kort en dan hebben ze nu weer Pedersen. Ja. En dan ook nog eens een keertje de gele trui. Dat is ook natuurlijk ook heel lang gehad. Ja, nou, ik zou zeggen, start volgend jaar die Tour maar in Nederland. Misschien hebben wij het ook dan. Maar het gaat lekker met de aandelen, dus mag zeker niet klaar. Ja, bizar, bizar. Hey, Peter, je bent weer terug, zo te zien. Je zit weer in het bruidshuis. Jij houdt tenminste wel de erecode nog een beetje in stand. Want we doen het natuurlijk alles digitaal, maar jij blijft trouwens in het bruidshuis zitten. Helemaal gelijk heb je. Kan jij eventjes een korte recap doen van de etappe van vandaag? Nou, we hebben een mooie overgangsrit gehad. En wat we zo gisteren bespraken, het kon een sprint worden, het kon een grote groep worden, het kon alle kanten aan kop. Pet over kopgroep, heel wat goede renners erbij met Koen en Ganna enzovoort, Mats Pedersen, allemaal hardrijders. Dus ja, we wisten gelijk al van, dat kan wel spannend worden. En met nog 60 kilometer te gaan, dan zie je eigenlijk het Alpecin op kop rijdt. En één voor één worden die eigenlijk van achter gelanceerd, werden ze gelost. En dan zie je dat de kopgroep eigenlijk gewoon een hele goede kans om naar de zege te gaan. Zie je dat ze bij een klimmetje komen met 50 kilometer te gaan, zet ik in de groep van nou, als ze niet onder de 2 minuten komen, dan blijven ze weg. En toen werd het in één keer 2 minuten, weer 3 minuten, 3,5 minuut. Toen is dan weer het gaatje dicht. Nou, en toen, wat Wilco stuurde, Groenewegen, die ging even telefoneren naar zijn ploegmaatjes. En die waren eigenlijk geschrokken van dat ze moesten stoppen met rijden. En eigenlijk wordt het in de finale een heel goede tactische manoeuvre van die drie die voorop blijven. Fred Wright, Pedersen en Hall. Om dan Ganna en Koen eigenlijk zomaar tactisch eraf te rijden. Om dan niet op een uitvalspoging van de laatste kilometer achter een Ganna moeten aan te gaan. Dan ben je eigenlijk wat te laat. Dus dat hebben ze super goed gedaan met z'n drieën. Ja, en dan gingen ze Pedersen, die weer een makkelijke sprintje. En die was gewoon heel alert. En die wist gewoon, oké, ik moet gewoon de kans pakken die ik nu krijg. Dus al met al, overgangsrit, kopgroep. Wel een leuk tactisch spel, maar het was niet de meest spectaculaire rit. Ja, want als je naar die sprintploegen, die waren natuurlijk aan het werk. De eerste ging ook nog eens een keertje Caleb Ewan ging op zijn waffel, waardoor eigenlijk ook in één keer Lotto Soudal volledig was uitgespeeld. Want hij kwam meteen op achterstand en toen kwam er nog een paar waaitjes tussendoor. Toen kwam hij helemaal niet meer terug. En als je ook gewoon puur naar de uitslag kijkt, Filus heeft waarschijnlijk laten lopen, maar die komt 9:53 binnen. Ja, en voor de rest, Groenewegen komt ook niet eens in het peloton binnen, maar die zal ook wel laten lopen. Dus het was vandaag gewoon te zwaar. Misschien is het toch wel de grote verliezer, als je dat al een grote verliezer kan noemen, is Van Aert. Want die had natuurlijk daar waarschijnlijk wel van geprofiteerd. Wat ik wel vooraf vroeg, en nogmaals, misschien hebben jullie dat beter in het snotje. Jullie zich gaven meteen aan van zijn reden voor Kruiswijk. Was het ook niet een klein beetje bedoeld voor Matthews misschien? Nee, je zag op het beeld heel duidelijk dat... Groenewegen in beeld reed en Groenewegen was echt heel duidelijk in beeld, was hier ook echt aan het telefoneren. En op het moment dat hij zijn hand loslaat van zijn oortje, zie je gelijk 2 man van kop afgaan. Ja. Dus dit kwam heel duidelijk van Groenewegen af. Ja. En misschien reden ze ook wel van Matthews, die zal er ongetwijfeld bij gezeten hebben. Maar het ging op een gegeven moment heel erg hard, dat appten we ook nog naar elkaar. Het ging in één keer van 3:30 naar 2:30. En vervolgens bleef het 10 kilometer, misschien wel 15 kilometer, bleef hangen op 2 minuten 30. Ja, dan weet je dat je het met het parcours, wat er nog voor wat er nog zijn komen, dan weet je dat je het gewoon niet meer gaat dichtrijden. Nee. Dus het was ook verstandig van Groenewegen om gewoon te zeggen, jongens, oma, het heeft geen zin om ons helemaal
kapot te gaan rijden. Nou ja, als we dan even naar die kopgroep kijken, vind ik ook nog wel even interessant, Peter. Dan zie je dus eigenlijk twee mega hardrijders. Eén extreme met de Ganna en de andere natuurlijk Koen. Misschien wel ja, bij de top 5 tijdrijders van de wereld allebei. En dan laten ze ze toch eigenlijk een beetje in de luren leggen door Pedersen, die misschien wel verder de beste was vandaag. Maar zo'n Hoel, Canadees en Fred Wright. Ik had dat niet verwacht dat Koen en Ganna zich er toch wel redelijk makkelijk uiteindelijk af lieten rijden. En het liep ook wel redelijk snel op. Ze waren gewoon naar elkaar te kijken. Hè? Dus ze reden wel achter, maar ze gingen nooit vol gas. Ze hebben altijd een beetje lopen lamzakken. Een beetje lopen kloten. Dus ze hebben nooit 100% committed erachteraan gereden. En als ze dat wel gedaan hadden, was naar mijn mening altijd dichtgereden. Maar dat hebben ze gewoon niet gedaan. En voorin draaide het wel heel goed samen met z'n drieën. En ze wisten alle drie, oké, dit is onze beste kans om podium te rijden. Want ja, als je Koen of Ganna in de finale hebt, dan die eentje gaat aan en niemand reageert, is het gewoon zijn ze weg. Ja. Hey, en wel een kanttekening bij Ganna natuurlijk, dat hij de laatste dagen in de bergen ook heeft moeten werken tot bepaalde hoogte. En vandaag in de opening van de etappe heeft hij onwijs veel energie gestoken om weg te rijden. Want hij was vaak wel een van de aanstichters die dan op kop reden om toch wel het gat te trekken. Ja. Dus ja, die twee factoren bij elkaar kan ook nog wel eens de reden zijn geweest dat hij gewoon niet kon volgen. Waar iedereen wel verrast is dat hij niet kan volgen. Ja, het houdt bij hem dan ook ergens op natuurlijk. De verzuring komt ook bij hem. Nou ja, het is blijkbaar ook maar een mens. Maar nogmaals, als je gewoon naar de namen keek, viel het natuurlijk wel een beetje op dat zo'n Hugo Hoel en een Fredje Wright, dat die wel dat lukte en die andere twee knakken niet. Joggers van overigens, jonge knakken nog, 23 volgens mij zo uit mijn hoofd. Amerikaan. Eerst dacht je, wat doet hij in godsnaam bij Movistar? Maar hij is eigenlijk wel de enige renner die Movistar nog een beetje kleurt deze Tour. Dus ja. Nou, Mas die doet het ook niet onaardig. Ga jij nou positieve woorden over Mas zeggen? Nee, helemaal niet. Ik dacht wel. Hij is verrassend goed doorgekomen en hij zat goed in. Nee, oké, maar Mas, ik doe meer. Hij rijdt het klassement goed mee en hij rijdt in de picture. Nee, maar je hebt gelijk. Maar Mas is natuurlijk wel de kopman. Daar verwacht je wat van. Maar zijn Jorgensen die zit vaak mee en hij laat van zich horen. Ik vind het knap. Ik zat vandaag te denken wat jij nu zegt over Movistar. Ik zeg, doet Astana eigenlijk wel mee deze Tour? Heb ik eigenlijk helemaal niet gezien. Ja, Lutsenko. Lutsenko zie ik één keer of twee keer, maar doet de rest eigenlijk wel mee? Heb je wel een ploeg? Of is je alleen nog? Nou ja, je hebt een keer volgens mij Velasco uit mijn hoofd. Die heeft een keer in de kop gezeten. En ja, voor de rest is het echt heil met pet op. We hebben ook de laatste keer dat we een tussenstand klassement van de inkomsten zagen, hadden ze ook geloof ik maar €500 verdiend of zo. Terwijl Jumbo-Visma toen al op €50.000 zat of zo. Dus dat zegt genoeg. Hey, nog eventjes een paar dingetjes. Dus die Vobetev en Ewan, het zit hem vaak tegen. Hè? Want hij ligt er gewoon weer bij. Het lijkt wel echt de laatste tijd dat hij dat toch altijd over zichzelf afroept. En ook, dat was dan was net goed. Het was een hele rare val, hè? Het leek wel, toen mijn eerste reactie was eigenlijk, viel super, die rijdt lek. Waardoor hij eigenlijk de bocht niet kon houden. En daar valt een ploegmaatje over en daar dus raakt heel het voorwiel of achterwiel met de bocht. Maar hij heeft er ook vaak niet zoveel dat hij er zelf, maar hij ligt er wel vaak bij. En dat is gewoon bizar. En als hij gaat, gaat hij ook altijd hard, lijkt wel. Ja. Ja, want terwijl je zou zeggen, als je laag bij de grond zit, val je nooit hard. Nee, dat, maar aan de andere kant, dat zie je ook met kinderen. De meest onschuldige dingetjes, die komen altijd het hard staan, blijkbaar. En dan nog die renner van Bijkersteens, die kon hem ook, die redde hem knap. Goeie bandjes waarschijnlijk. Oh, die bocht bedoel je, in die afdaling. Ja. Rondal Jansen bedoel je. Ja. Dat is wel bizar hoor. Die schoot weg die pakt even meteen weer grip en schoot hij de andere kant op. Ja, dat had bijna een motorongeluk geweest, zeg maar. Wat je in motorraces wel ziet. Dat gaat zwabberen en dat je van je fiets afgevlogen wordt. Nou, het grappige is natuurlijk wel dat onder controle te houden. Zo. Nou, het grappige is wel dat je natuurlijk voornamelijk in autosport en ook in motorsport heb je natuurlijk altijd eigenlijk banden. Ze zijn altijd, wordt heel veel over gesproken en die worden verwisseld en die worden gedaan. En in wielrennen hoor je er eigenlijk heel weinig over. Dus ik moest er wel even aan denken. Het is misschien wel leuk om daar eens een keer wat dieper op in te gaan, om hoe dat nou zit met die banden. Die Pidcock, die zal ook wel goede slof hebben gehad onder zijn fiets in de afdaling gisteren. Ja, precies. Maar ik vraag me af, heeft hij dan een bepaalde soort band erop gelegd die dag wat beter is of zoiets? Maar ja, daar heb jij meer verstand dan mij, Peter. Daar heb ik echt totaal geen kijk op. Ja, banden is wel iets specifieks, want je hebt vaker bandensponsors die gelinkt is aan het team. Maar je hebt zoveel verschillende soorten compound en dat soort dingen. Dat is best wel interessant. Ja. Nou, dan gaan we later vast wel een keertje dan
dieper op in. Als we dan even kijken naar de Nederlanders. Je zag op een gegeven moment wel een groepje weg. Met onder andere Van Poppel en met Van der Hoorn. Dat was nog wel grappig. Want Van Poppel die werd daarna eventjes in een schermpje erbij genomen van een interview. En toen zei hij eigenlijk dat hij ziek was. Maar hij zat probeerde wel mee te zitten. Een beetje van de poolstijl. Ja, Van der Hoorn zei toen ook in hetzelfde interview bij de NOS. Dat waarschijnlijk een bepaald bergje toch wel eventjes te zwaar voor hem zou zijn. En in dat bergje ging hij er ook af. En toen moest hij ook echt diep gaan. Want toen moest hij ook zelfs in het peloton er helemaal af. Voor de rest eigenlijk niet Mollema proberen nog eventjes. Maar ja, die heeft uiteindelijk zijn teamgenoot die win. Dus die heeft een prima dag. Kruiswijk uiteindelijk... Nou, terug te komen op taken van der Hoorn. Die zou wel gigantisch gebouwd hebben. Want deze dag, dat was wel een dag echt voor hem, zeg maar. Want als je gewoon verderop in het tourschema gaat kijken... Ik kan niet heel veel dagen meer opnoemen, zeg maar, wat dan een Taco-profiel zou zijn, ja. Zeg maar. Dat had wel echt vandaag toch wel moeten gebeuren. Maar hij zei zelf... Zondag, maar... Hij zei zelf dat klimmetje, waar hij dus uiteindelijk dus ook niet mee kon, dat waarschijnlijk wel te zwaar voor hem zou zijn voor de koers. Dus het was heel stom. Maar we het geluk hebben, toen ging het gewoon, ook gewoon hard, hè. Het ging knijterhard, ja. Dan had hij er wel bij gebleven. Ja, het was 8-9%. En je zag gewoon dat hij daarna ook echt diep was gegaan, want hij zakte ook helemaal door het peloton heen. Ja. Maar goed, dus het Nederlandse roerde zich, maar niet in de eindslag. Dan even kijken naar het klassement. Nou ja, niet heel veel gebeurt. Het enige wat in de achterhoede, maar voor de rest iedereen heeft gewoon rustig zijn plekje behouden. Als we dan heel even kijken naar renners die gewoon echt totaal niet de vorm zijn. Uran, die heeft het echt totaal. Die staat al op 1-10. Vandaag ook weer niet goed. En voor de rest is het allemaal niet heel interessant. Dan kijk ik Wilco even aan voor de etappe van morgen. Ja, morgen voor de liefhebbers gaat het smullen worden. Ze zeggen dat het een overgangsetappe is. Nou, dat overgangetappe gebeuren, dat kunnen we wel wegstrepen. Want dat gaat morgen gewoon echt gewoon een zware dag worden voor iedereen. Met vier kolletjes derde categorie en een venijnige slotklim van de tweede categorie. Die overigens maar 3 kilometer is, maar wel een gemiddelde stijgingspercentage van 10,2% heeft. Dus ja, in de laatste kilometers gaat echt iedereen volop in de verzuring zitten. En er komt bij dat het 192,5 kilometer is. Morgen gaat het gewoon een hele zware dag worden. Met heel veel op en aan. En er zitten ook gewoon nog een paar pukkels tussen die niet eens gecategoriseerd zijn. Ja, ze kunnen hun lol op morgen. Ik ga niet zeggen dat de klassements morgen gaan winnen. Het gaat denk ik wel een kopgroep worden die gaat winnen. Maar het gaat voor iedereen echt zwaar afzien worden. Ook voor de sprinters gaat het morgen echt wel een hele zware dag worden. En noemen ze... Pogacar kan morgen wel eens aanval plaatsen op die laatste 3 kilometer. Tenminste op een klimmetje. Ja, dat sowieso, ja. Maar dat zal niet voor de overwinning gaan, denk ik. Want dan gaat toch een kilometer lang 13,5% van de 3. Ja. Dus ja, het is weer serieus stijl. En als je dan even iemand kan kraken, dan een keer snel een paar 20-30 seconden verliezen. Ja. Maar dat geldt ook voor Vinegaard. Maar wat Wilco zegt, de sprinters, die gaan morgen vervloeken. Omdat ze sowieso weten dat ze geen kans krijgen om te sprinten. En dan gaan uit het vertrek ook nog eens 5,8 kilometer klimmen. En ja, dat daar wil iedereen bij zitten. En dan gaan ook sprinters gelost worden. En dan is er gewoon zware problemen. Ja, vooral de laatste 50 kilometer, of eigenlijk 60 kilometer, die zijn gewoon echt gewoon loeizwaar. Want dan heb je dus... 150 kilometer in de benen. En dan krijg je dus nog 2 keer derde categorie. En wat Peter net ook schetst. Gewoon echt dat die steile helling krijgen ze gewoon nog voor hun kiezen. Dus je weet nu al dat ongeacht of er een kopgroep weg is of niet. De mannen van het klassement. Die gaan echt loeihard fietsen. Want ze willen allemaal vooraan zitten. Dus dat gaat ook nog eens echt verschrikkelijk hard morgen. Want iedereen wil voor het pukkeltje goed geplaatst zitten. En ze komen vanuit een afdaling bij het pukkeltje. Dus ja, dat kan niet anders dan morgen een spektakel gaat worden. Ja. En dan wat Peter zegt, mannen als Yates, Pogacar, die zien morgen dat wel echt als een kans om te proberen om secondes te pakken. En noem dan eens wat namen die de etappe zouden kunnen winnen. Dan hebben we 2 klassementen, maar... Vind ik moeilijk. Pinot, die gaat nog steeds een keertje in de kopgroep zitten. Voor overwinning. Ik blijf natuurlijk hopen op een Bauke Mollema. Hij probeerde het vandaag ook een paar keer, maar hij wordt beter, maar het zit hem nog niet mee. Ik vind het moeilijk om een naam te noemen. Als ik dan toch een naam, dan laten we Bettiol noemen. Bettiol. En jij, Peter? Ja. Ciccone.
Ciccone, nogmaals. Oké, nou ja, goed. Ik ga daar wel een beetje mee. En het zijn wel een beetje de usual suspect. Misschien blijven noemen. Is het toch morgen dan uiteindelijk toch een dag voor Van Baarle? En daar zet ik dan op in. Ik hou het een beetje in de Nederlandse kant. Dan nog eventjes wat we gisteren ook zeiden. Of een Lennart Kemna, die zou morgen ook nog wel eens... Het is ook wel een mooie etappe voor hem. Ja, ja, het is of net een beetje... Of Vroom, ja. Vroom. Vroom kan alles weer. Dan nog even wat we gisteren ook noemden. 21 juli zijn we uitgenodigd door Radio 1 om in het, het Museum van Beeld en Geluid. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is zelfs vanaf half twaalf moet ik zeggen, daar een podcast op te nemen. We mogen nog wat mensen meenemen die mogen komen kijken. Het is sowieso een superleuke dag, want je bent dus... Het is gratis. Je kan dus ook eventjes bij Radio 1 kijken, bij Radio Tour de France. En het Museum van Beeld en Geluid meteen even meepakken. En je natuurlijk onze podcast luisteren. Vind je dat nou leuk? Laat het even weten. Stuur ons even een berichtje via Twitter of via Instagram of via Facebook. En dan kan je gewoon komen. Dus dat is hartstikke leuk. Vinden wij ook tof. Kijken wij naar uit. Ook weer iets wat wij gewoon heel leuk vinden, dat we daarvoor uitgenodigd worden. Dus dat was nog eventjes iets wat ik wilde benoemen. Dan hebben we ook nog daarnaast dat ene... En we vinden het leuk als er mensen komen natuurlijk. Ja, nou ja, daarom. We vinden het sowieso leuk om... We kunnen ook gewoon een keer mensen ontmoeten die naar ons luisteren en aanhoren wat ze er van ons vinden. Precies. We hebben eigenlijk best een goed aantal luisteraars. Daar zijn we super trots op. Maar zoals dat gaat in radioland en in podcastland. We hebben vaak geen idee wie er luistert natuurlijk. En dat is ook logisch, want anders was het wel wat vreemd geweest misschien. Dan hebben we ook nog onze Rogelli-actie. Die loopt tot 31 juli, dus je kan nog steeds via de link die we toen ook gedeeld hebben, kan je aanmelden. En kan je dus je droomshirt voorbeeld indienen en kan je die winnen voor jou en met z'n vijven, dus jou en vier vrienden. En dat is allemaal gratis. Je moet dat ook gewoon doen, hè. Want ik was van de week in mijn bolletje shirt aan het fietsen. En dan onwijs veel leuke reacties gehad, zeg maar. Oh, het een leuk shirt, valt op. Echt, je rijdt in de picture, zeg maar. Dus mensen... Doe dat gewoon. Ontwerp maken, want het is echt tof als mensen je zien fietsen in een wijs gaaf shirt. Ja, en het is als je niet wint, dan heeft het je niks gekost. En als je wel wint, dan krijg je gewoon, wat zou de waarde zijn? Beetje voor 500-600 euro aan kleding. Hoe vet is dat? En ook nog in je eigen stijl. Als je een groepje van 5 personen hebt, is dat super tof om allemaal in hetzelfde shirt te gaan. Precies. Ja? Misschien doe je in plaats van een vraagteken zoals Peter, doe je een uitroepteken op je shirt bijvoorbeeld. Ja. Maar goed. Hey jongens, dat was er volgens mij weer voor vandaag. We kijken natuurlijk sowieso weer uit naar de volgende dag. Peter, laatste woord? Nou ja, ik denk dat het morgen wel een mooi ritje gaat worden. Dus ik kijk wel naar uit. Wilco, heb je er nog iets op toe te voegen? Nee, sluit ik er helemaal bij aan. Hartstikke goed. Jongens, dan ga ik jullie morgen weer zien. Tijdens deze Tour de France zullen wij zo goed als elke dag met een korte podcast komen. Volg ons op Twitter en Insta en blijf op de hoogte. Hoe je dat doet, nou gewoon even zoeken op Ariel Lacouze. A bientôt, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.